Dat een partijleider, als die zegt, ik wil gewoon weten hoe dit zit, dat hij het antwoord niet krijgt. Nou, normaal zeg maar als het over politieke dingen gaat of wat zeg maar brede dingen in de leden, dan zou je zeggen, dan moet een partijleider overal inzicht in krijgen. Wat ik niet kan beoordelen hier is, want zij zegt eigenlijk ook, ik neem het mezelf kwalijk dat ik niet, dat ik niet harder met ja. mijn vuist op tafel. Ik zeg het even mijn eigen woorden, ja. heb geslagen. Maar precies wat jij zelf, geloof ik, net zei. Uh, ze is weerhouden vanwege advocaten. Uh, wat ik zelf ingewikkeld vind, maar daar komen we misschien later nog op terug... Ja. is er is dus van tevoren ook besloten om een onderzoek te doen... met een openbaar en besloten deel. En als ik dan even zeg maar, met, uh, met de ogen van mijn nieuwe functie kijk... dan denk ik, dat is bijna aan het begin al vragen om moeilijkheden. Want je weet dat dit... Op een of andere manier gaat spelen. Maar dat was op verzoek dus, dus, van het slachtoffer. Ja, precies. Dus daarom is het voor haar waarschijnlijk ook moeilijk geweest om zo hard met die vuist op tafel te slaan, ja. omdat het in een juridische procedure. Ja, het slachtoffer stand. zelf had überhaupt geen.